Heb je dat, zeg maar, als je nu een nieuwe grap bedenkt, heb je dat altijd, of een nieuwe grap, maar in ieder geval een nieuw soort opbouw, een nieuw stuk, heb je dat steeds meer door? Door de ervaring? Jawel, die heb je wel steeds meer door, maar wat ik net ook zei, soms in je enthousiasme kun je het nog wel eens vergeten. Ja. Dan ga je zo snel en dan zit je zo en dan denk je, ah, bang, bang. Huh? Nee dus, weet je, dat is, ja, dat is, ik zeg maar zo, als je hier op het podium staat en je hoort, wij zitten met z'n allen altijd helemaal achterin in toen. Maar als je binnenkomt, meteen links. Dat is onze vaste plek, vaste tafel. We komen op zo. Als daar heel hard gelachen wordt, dan weet je dat het niet goed gaat. En dat gebeurt nog wel eens, ja. Oké. Okay. Dat is meer leed voor haar natuurlijk. Nou ja, maar precies, maar dat is het. Maar dat is het. Maar dat geldt voor iedereen. Ja, weet je, als je weet, daar komen de hardste lachen vandaan, dan, dan doe ik echt iets niet goed. Ja. Laatste vraag. Nu zeg maar een stuk op tv, 25 minuten. Is het op tv komen, is dat een droom die uitkomt? Ja, die vraag wordt wel eens vaker gesteld. Is het een droom die uitkomt? Of heb je er nooit helemaal überhaupt met... Ja, natuurlijk fantaseer je erover. Zeker als je bezig bent. Ja, nee, absoluut, absoluut, absoluut. Maar ik heb ook een eigen theaterprogramma, eigen soloprogramma. En daar zat ik meer in die hoek. Daar was ik al mee bezig. Van, nou, misschien na verloop van tijd kan ik en dan kom ik misschien... Maar nu komen dit bij. En ja, het is wel de oorsprong, weet je, het stand-up voor mij ook. En ik vind het heel erg prettig dat het hier is opgenomen en dat het kan. En dat je dan een half uur, dus meer dan het kwartiertje wat we hier normaal doen. Dus toen ik daarvoor gevraagd werd, toen had ik wel zoiets van, man, dit is wel echt, dit had ik niet verwacht dat het zou gebeuren. Maar ik vind het, dus ik had er nog niet echt heel erg van kunnen dromen dat het met het stand-up zou gebeuren. Maar het is geweldig. Ik kijk er heel erg naar uit. Ik heb natuurlijk al wat gezien. Maar ik ben ook heel erg benieuwd hoe dat... Ja. Het is natuurlijk altijd heel grappig om te... Wat uitgezonden wordt, heb ik gezien. Maar ik weet ook dat... mijn uitzending is dan 1 april. Ik weet dan ook dat er een reclameblok voorkomt en een reclameblok nakomt. En er zit nog een programma voor. Weet je, als je het heel sec kijkt... Je gaat ergens een viewingruimte binnen, doet een half uurtje kijken en dan ga je weg. En dan denk je, ja, dat is leuk. Maar je maakt nu opeens onderdeel uit van een hele avond. Dat is heel erg bijzonder. Dat vind ik heel erg bijzonder. Ja. Dan zit er een programma voor en dan komt er commercial. En dan krijg je dus na de commercial, krijg je het meteen met. Weet je, je bent dan echt, ja, dan is het echt televisie. Ja. En dat is wel, dat vind ik wel heel erg bijzonder, ja. Oké, dankjewel. Alsjeblieft.